Het is voor FC Eindhoven fans de wedstrijd van het jaar. De derby tegen Helmond Sport. Het is een duel op zich en de matige prestaties van beide ploegen dit seizoen worden voor even vergeten. De rivaliteit staat centraal, de wil om dit duel te winnen. En dat wordt ook gevoeld bij het Bambierke, de stamkroeg van FC Eindhoven supporters. En langs de lijn bij de laatste training. Ja, het is de wedstrijd van het jaar voor Eindhoven. Die moeten ze winnen. Al verliezen ze alle wedstrijden, maar morgen moeten ze winnen. Ja, Helmond roept gewoon echt frustratie bij hen op. Het is echt de wedstrijd van het jaar. Helmond wil graag van Eindhoven winnen, maar Eindhoven ook van Helmond. Dus het zal een spannende wedstrijd worden, denk ik. Ook de spelers en coach van FC Eindhoven merken dat de derby met Helmond Sport speciaal is. Een beladen wedstrijd. Het gevoel van die wedstrijd is net iets anders. Voor allebei de supportersvereniging is de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Nou, voor ons is dit dan iets belangrijker omdat het thuis is voor onze supporters. Dus ja, je gaat er wel iets anders naartoe, maar uiteindelijk blijft het wel gewoon een wedstrijd. Je voelt het wel dat iedereen ermee bezig is. En de jongens die eigenlijk vorig jaar niet speelden, ze weten het niet. Maar de jongens die hier vorig jaar hebben gespeeld, die vertellen het wel door dat dit echt bij de supporters enorm leeft. Toch bereidt de selectie zich niet anders voor. In de manier hoe wij spelen, aanvallend en verdedigend, dat is, blijft hetzelfde. Alleen komt de extra gevoel, hè, van je weet dat het is echt een derby is. Er zal af en toe wat meer strijd geleverd moeten worden en gevraagd worden, denk ik. Maar de voorbereiding blijft hetzelfde, want als je nu andere dingen gaat doen, dan zou het heel apart zijn. Vrijdagavond wordt er hier afgetrapt, in het Jan Lauwersstadion aan de Aalsterweg. FC Eindhoven tegen Helmond Sport.